We gaan nu niet weg. En we gaan iets doen wat ik Sarah al beloofd heb. Helemaal blij ben ik alle spullen in de tas aan het doen en neem ik het zo mee daar naartoe. Hoi. Ik ben bij Denise. Het was gezellig net. Ik begin met ontbijt met dit meisje. En die heeft ontbijtjes voor ons klaargezet. Super lief, schat. En mijn thee staat op. Ik heb me gedoucht en aangekleed. Ik heb deze top aan van Warehouse Broek Levi's. En ik heb elke keer even snel mijn kerstsneakers aan. We gaan nu niet weg. We hebben schoonmaken en opruimdag. Zelfs de kamer aan doen. Ik heb geen idee hoe het gaat, want ik mag niet kijken. Maar ik moet stofzuigen en doekjes en het wel naar boven brengen. Dus... Zal te zien, haar beddengoed is allemaal in de was. Dus ik moet dadelijk dan nog wel de bed op gaan opmaken. Ik had de dekbed er net al in de was gedaan. Dus die zal dadelijk klaar zijn. Dan kan ik die even uithangen om te drogen. En ik was hier aan het opruimen en dingen aan doen die ik allemaal moest doen. Dus daar ga ik even mee verder. En dan gaan we zo even lunchen. Lunchtijd. Ik heb lekker soepjes gemaakt voor ons. En ik heb knapperbolletjes hier staan. En we gaan iets doen wat ik Sarah al beloofd heb en wat nu eindelijk kan. Wij gaan de laatste Misfit film kijken. Misfit 3. De finale. De ijsfinale. En hoe blij ben je daarom? Heel blij. Nou, dit ziet helemaal niet zo blij uit. Laat eens zien hoe blij. Oh, Sarah zit al in trance. We hebben de film gekeken. Sarah was helemaal blij. En nu, eigenlijk zouden Denise en Lola hier komen eten, maar dat kwam even toch niet uit. Dus nu, want ik had het eten al klaargezet, ben ik alle spullen in de tas aan het doen en neem ik het zo mee daar naartoe. Wat in? Nee, dat mag niet uit. Laat maar erin. Laat het alsjeblieft in de tas zeggen. Anders moet ik het de volgende keer in doen. En dat weegt nog geen gram, dus daar heb ik geen last van. Wat is er erg aan als je hem opnieuw erin moet? Nou, dat ik het weer kan vergeten. Of dat ik hem kwijtraak, dus laat het er maar in. Zo, dat is echt heel dom wat je deed. Je valt gewoon naast de stoel. Hoe vaak heb ik je daar wel niet voor gewaarschuwd? Ja. Lachen ze dat je geen pijn hebt. Ga je nou klaarmaken? Geen schoenen? Oh, je schoenen staan daar. Ja, dat weet ik toch wel. Hi. Hi. Daar loop ik dan. Met mijn goede gedrag en al mijn eten. De spam. Ik ben bij Denise. En we zijn aan het koken. Want eigenlijk ging ik koken. Maar ik weet zelf niet hoe het werkt. Dus we zijn het aan het samen doen. Dus we gaan een lekker pasta eten. En de meiden. Die zijn ondertussen aan het kleuren. Het was gezellig net. En we zijn niet zo heel lang thuis. Dus gelijk naar bed gebracht. Oh, kak. Ik moet mijn crème doen. Mijn alarm ging net boven. Ik heb alarms in mijn telefoon, dat ik het niet vergeet. Maar dan ben ik het alsnog vergeten. Ik ga even mijn crème pakken. Mijn voorhoofd brandt als een malle. Maar ik zie nog heel weinig gebeuren. Daar baal ik van. En ik wil er aan zitten. En dat... En misschien moet ik dat wel doen. Misschien moet ik er iets mee doen. Ik ga denk ik even googlen. Oké, ik heb het gelezen. Ik moet het dus wel dun smeren. Er moet niks gebeuren... In principe met de huid alleen, het duurt 4 tot 8 weken voor je het gaat zien. Dus ik ga het gewoon moeten volhouden en iets dunner dus smeren. En ik hoop dat ik dan binnenkort het resultaat ga zien. Ik ben op vrijdag begonnen. En het is nu maandag, dus het zijn pas de eerste paar dagen. Dus gewoon trouw blijven volhouden en zien wat er gebeurt. Ik heb net nog film gekeken. En nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.